Spannende dag voor de ouders van Mike Teunissen. Ze hebben hem al zien fietsen, maar vandaag kunnen ze hem ook spreken, vlak voor de start. Het is natuurlijk heel erg mooi voor Mike en voor ons, onze eerste Tour. Dat hadden wij 3 weken geleden niet gedacht. De ouders van Mike reizen hun debuterende zoon achterna in de camper en ze kunnen hun geluk niet op. Het is wel iets waar je al heel lang op gehoopt hebt. En wat anderen ook altijd vragen als ze horen dat Mike fietst, van fietst hij dan ook de Tour? Ja, en dan kunnen we dus eindelijk zeggen, ja, Mike fietst de Tour, hij zit erin. Even zoeken naar de bus van Mike en daar krijgen ze de pasjes om bij de renners te kunnen komen. Dag. Hallo. Hoe is dat? Goed, hè? Hey Edje. Goeiedag. Eens kijken of we hem kunnen vinden. De renners hebben teambespreking voor de start en dat betekent wachten voor de ouders. De deur is dicht. Mijn kopjes die dadelijk naar onder komt en naar buiten komt. Hey kerel! Laat maar in mijn nek vliegen. Nee, dat hoeft niet. Ja. Mike gaat zich klaarmaken voor de start en Martin en Anita hebben nog even tijd om na te genieten in een Frans dorp. Nou, ik vind dat gewoon geweldig dat iemand van 24 jaar aan de Tour mag deelnemen en dat zijn jongensdroom nu al uitkomt. Is het ook een beetje een vadersdroom? Poeh, moeilijke vraag. Om de Tour in ieder geval te volgen. Als Mike meedoet, dat is wel een echte droom, ja. Ja, een droom van al heel veel jaren.